Zag je die kerstman? Kerstman in de zijspan. In die zijspan. Altijd wel leuk, het ruimt ook mooi. De kerstman in de zijspan. Maar jammer vind ik het bij zo'n demonstratie. Dat ludieke. Je neemt het niet serieus. Je neemt het niet serieus. Nee, terwijl het gaat. 10.000% zei die jongen. Het motorrijden in Zeeland wordt 10.000% duurder. Van 1,50 naar 10 gulden. 10.000% zei hij. Dat is toch geen 10.000%? Ik denk hoor. 1,50. 100%. Van 1,50 naar 3 gulden is 100%. Dat is 1000% is 15 gulden. Nog geen 1000%. Voor 850% duurder. Maar waarom, geen 10.000. Waarom laten ze dat in het journaal die man gewoon zeggen? 10.000%. Ze willen die man toch niet voor gek laten staan in het journaal? Ze nemen die actie toch wel serieus? Ja. Of zouden ze bij het journaal ook denken dat het 10.000% Dat zou ernstig zijn. Denkt het journaal dat 10 gulden 10.000% is van 1,50. Maar daarom gaat het 10:30 journaal natuurlijk naar 11:00. Dan hebben ze een 30 minuten langer om alles na te rekenen. Ja, maar dat is het natuurlijk. Je gaat wel denken, 500% inflatie. Zou dat dan wel goed zijn? In Polen. Maar goed. Ja. Noodweer in de rest van Europa. Nederland gelukkig vanavond nog niet. Wij zitten lekker binnen. Ik hoop dat u kijkt. Ook lekker binnen. U kijkt, dat is altijd zo dom als je zegt, ik hoop dat u kijkt, want mensen kijken. Dus je kijkt niet buiten. Mensen kijken, anders zou je dat niet zeggen. Niemand kijkt binnen. Lekker binnen. Lekker binnen. Kijken naar Cake op de Week. En in 40 jaar toch wat opgeschoten. Ik bedoel, naakt mag nu hangen. Na 40 jaar. Dan u denkt. Vocht tast niet alleen uw woning aan, maar kan ook nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid. Heeft u geen last van vochtproblemen? Lees dan hoe u dat zo kunt houden. Heeft u ze wel? Haal dan zeker de folder Vocht in huis. Doe er wat aan. Bij postkantoor of bibliotheek. Dus ik heb meteen die folder gehaald, dat begrijp je wel. Heb jij dan vocht in huis? Nee, ik heb geen vocht in huis, maar daar staat in hoe je dat zo kunt houden, hè? Wat zo kunt houden? Nou, dat je geen vocht in huis krijgt. Maar heb jij nou vochtproblemen of niet? Nee, gelukkig niet, zeg. Stel je voor. Dus je hebt geen vochtproblemen? Nee. Nou ja, misschien heb ik ze wel, maar dan merken we het niet, hè? Ja, maar dan is het toch geen probleem? Nee, nog niet, maar dat kan het wel worden als we zo doorgaan. Vocht in huis, stel je voor. En dan gassen erbij. Vocht en gas in huis. Heb je dat sportje gezien? Gas in huis? Nee. Boer, nou, lekker. Wat zou het mooi zijn wanneer we het meteen konden zien of ruiken als er schadelijke stoffen vrijkomen uit onze gijzer, het fornuis of andere apparaten. Helaas kunnen we die stoffen niet zien, terwijl ze zeer ernstige gevolgen kunnen hebben. Hoe u die kunt voorkomen, leest u in de brochure. Schadelijke gassen in huis. Doe er wat aan. Hier, nou, daar sta je toch niet bij stil. Dus meteen die folder gehaald, hoor. Je moet er toch niet aan denken. Gassen in huis. Vocht en gassen in je dure daar huis. Daar krijg ik nou toch echt zo'n rode kam van. Waarvan? Van dat bedillerige overheidsgetut. Ja, die acties met die stickertjes en die groene kikkertjes en die lachende glasbakken. Nou, goed, we wonen toch met z'n allen in één grote postbus 51. Ja, ook en dan ook in haar koopje. Hey, vocht in huis. Hey, Dirk. Mag ik jou wat vragen? Ga je gang, Dirk. Vraag op. Verkoopte, heb jij al een boom? In huis? Een kerstboom? Ja. Oh, nou, dat moet ik niet vragen, want je hebt natuurlijk een lange boom. Je hebt vast een hele mooie grote boom. Versierd met trompetjes en vogeltjes en engelenhaar. En, nou, meneer de Bie hoef ik dat ook niet te vragen, want dat is zelf een kerstboom. Hè? Dat is een te vroeg uitgevallen dennenboom. Je hebt geen naald meer op je kruin, wist je dat wel, de Bie? Ik zal maar vast voor de feestdagen aan de stoeprand gaan staan als ik jou was. Dirk, waarom heb ik geen boom? Dat is mij te gevaarlijk. Heb je nog geen boom? Nee, is te gevaarlijk. Oh, Zou je dan bij mij een boom willen kopen? Handel jij dan in bomen? Jazeker. Ja. Sinds wanneer? Sinds 2 dagen zit ik in de bomenhandel. Ah. Ik ben een kleine zelfstandige geworden. En het ziet er nou uit dat ik komende week heel groot ga worden. Want ik heb een schitterende partij bomen. Moet je eens even kijken, jongen. Schitterend. Kom eens even kijken. Hé, wat zeg je daarvan? Nee, die kijkt er overheen. Hier, kijk dan. Hier moet je wezen. Nou, hè? Zijn dat mooie boompjes of niet? Moet je nou eens even kijken. Zal ik je eens even laten zien. Hé, want kijk, de gedonder met die grote bomen is dat je hele kamer moet uitruimen. En zo'n klein boompje, nou, dat pletter je op de tv en klaro. En met die grote bomen, met die versieringen, hé, die kaarsjes en dat haar. Nou, hier gewoon 1 dot watten, 1 bal en hij is vol. Hoe kom ik nou aan die schitterende partij bomen? Nou, tegen de mensen zeg ik, mensen, dit zijn Russische dwergdennetjes.
verkoopt hij zich mezelf. Hè? 9 gulden voor zo'n boompje gaat je leven lang mee. Hè? Rick, ik koop zo'n boom van je. Veilig model. Ja, oh, gelukkig, dat verkoopt hij. Je bent toch werkelijk een wereldgozer. Bedankt. Wel bedankt. Nou, jij ook gefeliciteerd. Ja. He, want jij bent de eerste klant van Dirk's kerstbomenhandel. Dirk, ik koop ook zo'n boompje. Hoor ik het nou goed? 9 gulden. Ja, 9 gulden doe ik. Ja. Ai, de pie. Ja. Nou, je valt me 100% mee, de pie. Echt waar. En dan komt het tegen de kerst komt het toch nog een beetje goed te zijn. Van een kerstslinger dat je er bent. Ja. Jongens, het gaat hartstikke goed met de handel. Al 2 verkocht. Ik zet ze voor jullie eventjes apart. Dan komen ze hier om de hoek. Maar dan moet je ze... Dan moet je ze wel gauw halen, want het gaat heel hard. He? Jongens, prettige dagen, hè? Bomen! Dirk's kerstbomen! Er zijn er nog een paar, jongens. Kom op, mensen! Al die gebieden wilde Hitler terug hebben. En hij wilde nog veel meer. Oostenrijk moest bij Duitsland gevoegd worden. Tsjechoslowakije, bondgenoot van Frankrijk, uitgeschakeld. Donderdag, jongsleden, deel 1 van De Bezetting, de remake. Ik heb toch weer even geaarzeld. Zal ik hem opnemen of niet? Want ik dacht dat ik de Tweede Wereldoorlog compleet had. Kijk, wat zijn die banden daar? 49 banden van 3 uur in een paar jaar verzameld. Maar ja, al die nieuwe series prijzen ze aan met bevat nooit eerder getoond materiaal. Dus dan ga je toch door de knieën. Want ik moet het allemaal zien, ik moet het allemaal lezen. Ik ben daardoor gefascineerd. Ja, waarom? Omdat ik iets met die oorlog te maken heb. Ik was 1 toen die uitbrak, maar dat is al genoeg. Hier, deze nieuwe tijdschriften. Bevat nooit eerder gepubliceerde foto's. Nou, deze is al meteen raak. Staat bij 17 mei 1940. Amsterdamse vrouwen maken een gemoedelijk praatje met Duitse soldaten. 17 mei, dat was mijn verjaardag. Toen werd ik dus 1. Nou, dat is al genoeg. Kan ik uren naar die foto zitten staren? Die is dus genomen op mijn eerste verjaardag. Andere gedachten heb ik niet, maar dat is genoeg. Gefascineerd. En ik heb hem opgenomen, deel 1 van De Bezetting. En gelukkig, want daar zitten een paar shotjes kleur in. Ik had al wel kleur, hoor. Die serie De Berghof van Veronica en België, die heb ik dus 2 keer in de kast staan. Maar daar zit nu toch een shotje in. Moet je eens even kijken. Hitler in kleur. Uit De Bezetting, deel 1. Gelukkig heb ik hem. Maar daar komt hij, hoor. Let op. Hier, zwart-wit, allemaal bekend. Hier dit. Dit shotje had ik. En dit jongetje, dat zou mijn leeftijd kunnen hebben. Zie je dat? Hitler in kleur. Hier, nog een keer. Dit meisje ook. Zou ik kunnen zijn in leeftijd. Kijk. En hier komt nou even met de hond. Let op. Een shotje met de hond. Hier, de hond. Dat is een beetje te blauw. Maar hier, dit. Fantastisch, hè? Fascinerend. Hitler in kleur. Ja, nou, geweldig. En nu in deze hele periode, eind 89, met al die tijdschriften en die krantenbijlagen over de jaren 80 en de jaren 90. En hoe zal de volgende eeuw eruit zien? Nou, ik ben daar nog lang niet aan toe. Ik zit nog midden in de jaren 40. En je zal het zien, in de jaren 90 gaan ze al die zwart-wit beelden weer elektronisch inkleuren. Dus dan beginnen we weer helemaal opnieuw. 10 mei 1940, De Bezetting in kleur. Nou, ik ben erbij. Ik ga de Tweede Wereldoorlog in kleur sparen, hoor. Nog even zien? Hitler in kleur. Moet je even kijken. Even terug, jongens. Hier, dat is hij. Ik dacht... Nou, even terug. Ja, dat... Hier, dit. Ik dacht dat hij veel rooier zou zijn. Dat hij een rode harsen zou hebben van al die toespraken. Dat gebral. Maar kijk, een bruine, gezonde berglucht. Fascinerend, hè? Hitler in kleur, jongens. Kijk. Ja, en daarom, hè. Zou jij nou iets zinnigs kunnen zeggen over de jaren 90? Oh, jawel. Daar ben ik heel goed in. Wat wil je? Mondiaal, nationaal? Nederland en Europa. Nou, steeds meer vochtproblemen binnenshuis, gassen binnenshuis, hele rookvrije regio's, landstreken. En de kinderziekte van de eenwording na Schengen natuurlijk. Oh, dat. Vooruitlopend op het Europa van 1992 willen de 5 Schengenlanden de binnengrenzen afschaffen. Omdat er dan geen grenscontroles meer zijn, moet die controle anders geregeld gaan worden. Er komt een enorm computersysteem waarin miljoenen namen en andere gegevens opgeslagen worden. Oneenigheid is er ook over het bankgeheim en het bestrijden van belastingfraude. En wat drugs betreft, in Nederland bestaat de vrees dat door strengere, gezamenlijke regels het Nederlandse softdrugsbeleid op de helling moet, want er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen softdrugs en harddrugs. Wanneer de softdrugs in de coffeeshops verboden gaan worden, dan is dat een enorme duik in het imago van Amsterdam. Het marihuana-blaadje is eigenlijk een alternatief gemeentewapen geworden.
En de koffieshops zijn een trekpleister en een stukje sfeer van de eerste orde. Daar komt niet alleen jeugd uit binnen- en buitenland, maar ook zaken met ze. Mensen uit de reclame, intellectuele artsen en artiesten om in alle vrijheid hun portie rockgenot te scoren. En waar moeten die arme mensen straks heen? Het is toch zo dat Amsterdam een steeds grotere groep langzamerhand telt van de blowende vijftigers en zestigers die natuurlijk liever in alle rusten van achter een anonieme cappuccino hun bestelling plaatsen dan dat ze weer naar West moeten gaan rijden. Ergens aanbellen, dan driehoog iets kopen, dan weer de trap af en met een zakje sensibidia beneden komen. En dan blijkt de auto te zijn gestolen. Stuk onzin, dus als het zo doorgaat en de koffieshops weer later koffieshops worden, dan zouden ook de wallen wel eens moeten kunnen sluiten. Omdat de meisjes van plezier niet open en bloot voor de ramen mogen zitten binnen Schengen. Wat in Frankrijk ook niet mag. En dan zeg ik, als het Europa 92 ten koste gaat van het pittoreske van Amsterdam, wat de hoofdstad is van Europa, ook van Europa 92, dan zeg ik dat is werkelijk ongelooflijk van de gekken. Ah, wij zijn dus van de VKGS, de Vereniging van Kleine Grote Spaarders. En dat zijn allemaal mensen die in de jaren 70, 80 een bestaantje hebben opgebouwd, een centje overgehouden en dat centje keurig netjes bewaren in een kluisje. Heel veilig, heel schoon. En tegen die mensen wordt nou gezegd, hou ik ken niet meer. U doelt op de pogingen van Nederland om Luxemburg zijn bankgeheim te doen prijsgeven? Dat is correct, inderdaad, zeer juist. Waar moeten wij anders met de centjes heen? U denkt toch niet dat de heer Lubbers een Giro Plus-rekening in Rotterdam hebben uitstaan, hè? Die is zelf voorzitter van de Vereniging van Grote Spaarders. Dus die hebben het al lang op Aruba, of noem maar een windstreek. Maar dat is voor onze mensen veel te ver, dus te onbetaalbaar. Mag ik vragen waar u de spaarcentjes mee heeft verdiend? Ja, nou, dat mag zeker, want ik ben dus directeur van een keten van 2 koffieshops. Dus wij worden helemaal dubbel gepakt. De jaren 90 worden gewoon een remix van de jaren 60. Goed! Geen bezwaar van deze kant. En er zullen een paar diehards van koffieshoppies zijn die blijven verkopen. Ja, goed. Tuurlijk wel. Goed. Maar de Duitse politie mag tot aan de Nederlandse kust komen controleren. Dus dan krijg jij dat je heel lekker en langzaam staat te voken. Ja. Hoor je ineens naast je in de koffieshop van ja, bitte eine bonencafé. Oh, mooi hè. Heil Hitler hè. Niet zo'n lekker sfeerzitachtig hè. Nee. Dus dat wordt weer thuis blowen op. Oh ja? Ja, gewoon op de grond joh. Oh nou, back to the future, ik Koos. Ik heb zelf de kleed nog liggen van 68. Moet oh, gelukkig. Nagaan, gelukkig. Hé, hey, wat denk je, Koos? Hoor. Is deze zak nederwiet genoeg voor de feestdagen? Maar daar blijven we af. Hoe dat? Leila, moet je luisteren. Dit is nou al 2 keer zoveel waard dan in 1992. Dat wordt toch schaarser daardoor. Oh ja, natuurlijk. Dus dat is ons Luxemburgse bankgeheim, weet je wel. Goed, hé. Goed, hé. De politiek over naar Loek Hobbema in Den Haag. Loek. Goedenavond, Van Kooten. Goedenavond, De Bie. Goedenavond, Loek. Dames en heren. Loek. Mensen, wat vinden jullie van minister Maiweggen? Mevrouw 2% van Verkeer en Waterstaat, bedoel je? Precies. Ik vind haar de beste. Hè? Oh. Je leert alle ministers nou zo'n beetje kennen, de nieuwe. Trein, ik vind haar absoluut de beste. Ik heb nog niet zo op haar gelet, Loek. Ik weet het niet. Oh, nou, ze zat woensdagavond in NOS Laat. Oh. Zullen we even een stukje gaan zien? Oké, dat is goed. Ja, oké. Maar het openbaar vervoer ziet zeker met de kansen die ze van dit kabinet krijgt, haar mogelijkheden op zich heel positief tegemoet. Moet je even kijken, moet je even kijken. Hè? Ja, kijk, na Nelly Smit-Koens is alles een verademing natuurlijk. Ja. En ze praat lekker snel, 120 maar per uur. Maar ik vind het toch een tuttige CDA-dame. Tuttig? Ja, ja, dat is waar. Ja. Maar waar het mij om gaat is dat lachje. Hebben jullie op dat lachje gelet? Even dat kleine lachje dat af en toe plooit. Zo'n veelbetekenend lachje. He, ze komt dus heel streng en zakelijk over, maar daar is dat lachje. Ik vind dat een lachje van Mona Lisa-kwaliteit. Ik weet niet wat jullie ervan zeggen, maar ik vind dat geweldig, dat lachje. Ja. Het is alsof ze wil zeggen, hè, ik ben nou wel die strenge, die keurige minister, maar met dat lachje geef ik aan dat ik om de donder wel weet wat er allemaal in de wereld te koop is. En het is lach je dat op? Ja, oké, laat je look. En de rest aan de borreltafel in Nieuwsport. Nu kijken we naar Nijkaart. Zit er een vrouw in het kabinet, krijgen we meteen weer dat mannige smiesbol. Nou, maar ze is leuk. Oké, goed. Look, kijk op het rij. Jullie serieus zeggen? Ik heb gewoon even ik vind een lachje. Dat mag ja, vind ik wel.
Maar nu, Tessa. Ja, nee. Nee. Jawel. Nee. Okay. Nou, kijk op het Rijk, Loek. Kom op. Kom okay. op. Kijk op het Rijk. Jongens, 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 jongens. Komt-ie. Het gaat allemaal een beetje te snel. De senatoren sputteren, dat schreef NRC Handelsblad. En dat doen ze dan vooral in de Eerste Kamer, omdat die tussen kerst en nieuwjaar nog snel een groot aantal nieuwe wetten erdoor moet jagen. En het gaat met name de Eerste Kamerfractie van het CDA te snel. En dat vragen we aan senator Van Ankorven. Meneer Van Ankorven, het gaat een beetje te snel, hè? Ja. 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 Er is een... Er is een heel goed en heel oud Nederlands spreekwoord. En dat zegt het natuurlijk niet voor niks. Kalmpjes aan, ja, dan knapt het lijntje niet. En ik geloof dat we daar wel eens wat meer... Ja, maar nu gaat het allemaal om de financiering van het Nationaal Milieuplan. He, de wetten die er nog door moeten, dat zijn de financiering van het huurwaardeforfait, de verhoging van de accijns op de dieselolie. En die moeten die milieumaatregelen al in januari 90 in gang zetten. En kan er dus niet een klein beetje haast worden geboden om dat in gang te zetten? Daar gaat het natuurlijk om. Ja, 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 dat wil de Tweede Kamer, wil dat, wij zeggen, Eerste Kamer, waar ik deel van uit mag maken, wij zeggen, ook, of laat ik het zo zeggen, zelfs, ook zelfs wanneer het gaat om een zaak als het milieu. Belangrijke zaak. Dan moeten we toch de tijd durven nemen om juist die zaak in alle rust, alle zorgvuldigheid, zeg ik nogmaals, te behandelen. Er is ook nog wel tijd voor. Nee, die is er niet. Godverdomme, ja. Ik word je hartstikke gek van. Die is er niet. Er is geen tijd in zaken het milieu. Ik weet niet wat jullie doen. Ik ga op kerstreces. Dit was Kijk op het Rijk. Goedenavond. Godverdomme, om gek van te worden. Kom, kom. Ja, het is weer zover. Vuurwerkoverlast. Gevaarlijk. Nou is er een projectgroep opgericht, het project HALT. En dat houdt zich bezig met de begeleiding van jonge lui die na het voortijdig afsteken van vuurwerk in aanraking zijn gekomen met de politie. Ja, maar hoe gaat het dan in Nederland? Komt altijd een andere projectgroep die zegt, nou, wij willen eigenlijk een iets voorzichtige benadering. En dat is in dit geval het project LONT Interweksel. En LONT zegt, HALT doet het te hard. Wij willen een softere approach. En de projectleider is de heer Lens. Lens was dat. Meneer ja. Lens, bent u daar? Goedenavond. Meneer Lens, wat houdt die aanpak van LONT in? Hoe gaat dat in zijn werk? De aanpak is als volgt, dat wij de jongens, het zijn voornamelijk jongens die het vuurwerk nu illegaal afsteken en gebruiken, dat we dan de namen doorkrijgen van de politie. Wij van LONT gaan dan eerst praten met de ouders om de gezinssituatie te kennen. Is het misschien een signaal dat knallen van de jongens?
Dan nodigen wij de jongens uit voor een gesprek. Komen ze meestal niet, krijgen ze een tweede uitnodiging. Zeggen wij, joh, moet dat nou? En krijgen ze dan een voorlichtingsfilm te zien? Mogen ze kiezen die straf of het opruimen van vuurwerk waar ze het hebben afgeschoten? Doen ze dat ook niet, dan verwijzen we ze door naar de officier van justitie. Ja, een hele omzichtige benadering dus. Zijn er al resultaten merkbaar, Interwexel? Ja, ik geloof dat het zeker rustiger is dan vorig jaar. Aha. Toen Oudjaar ook eerder viel. Dus ja. Ik geloof dat op de hele linie dat het wel een effect heeft. Ja, maar voor 100% uitbannen kan je het natuurlijk nooit. Je kan het vuurwerk belasten. Je kan er weer stickertjes op plakken. Maar helpt dat nou echt, denkt u? Voor 100%? Iets harder. Ik kon de laatste vraag niet helemaal voor. Oh, nou, het project is prachtig op zich, maar is het niet iets, zegt het, dat onuitroeibaar is? Zit het niet in die jongens? Hoor dat niet hoor. Misschien kan het iets iets harder. Nou, ik moet altijd denken aan Pamplona. Pamplona? Pamplona, dat stierenvechters. Ja? Weet je wat dat is? Paloma? Nee, oh, die jongens. Pamplona. Die jongens die voor die stieren uitrollen. Pamplona. Pamplona, weet u? Dat Pamplona. U komt heel slecht door hier. Pamplona? Dat stierenstadje met die stieren door de straten. Dat jongens iets bravoerachtigs hebben. Dat ze rust die risico's nemen. Paloma? Nee! Pamplona! Picasso. Nee, Pamplona! Nee, Pamplona! We stoppen ermee. Dank u wel, meneer Lens. Dank u wel. Succes met uw project. Ja, daar is ook niks aan te doen, ben ik bang. Ja, is die weg? Goed. Ja, dan lopen we weer uit. We kregen nog een telefoontje van CDA-senator Van Ankorven. Moeten we even doorgeven. Die beklaagde zich over het feit dat Loek Hobbema hem niet liet uitspreken. Hij meldde wel dat het CDA heeft besloten, Eerste Kamer, om toch tussen kerst en nieuwjaar de gevraagde wetsontwerpen te behandelen. Dus 1 januari kunnen we aan het milieu beginnen. Nou, hulde. Wij zullen dat even aanzien. Wij lassen dus een korte trendbreuk in. Ja, die slopend dit. Wij komen terug op zondagavond 28 januari 1990. Tot dan. Kom op, mensen, nog eventjes. Help Dirk even van zijn boom af. Mooie gladde paal is dat daar. Ja. Want in de binnenstad zo, daar zetten ze nou van die oude lantaarnpalen. Nou, vind jij die mooi, die oude lantaarnpalen? Nou, als het een goede kopie is van een mooi origineel, dan zeg ik. Goede kopineel, maar ze zijn zo pokdalig.